Radboud Universiteit. Stel, ik wil die mooie auto hebben. Nou ja, die gaan een keer kapot. Dus ja, wat gebeurt er dan weer met mijn geluk? Dit is Radboud Science Snacks, de korte wetenschapspodcast van de Radboud Universiteit, waarin wetenschappers praten over een klein onderdeel van hun vakgebied. Deze keer filosoof Hans Thijssen over geluk. Wanneer filosofen het hebben over geluk, dan hebben ze het over de vraag: hoe moet ik leven? En het snelle antwoord is gelukkig of succesvol. En dat is wat filosofen onderzoeken van hoe kan ik een gelukkig leven hebben? En wat bedoel ik wanneer ik zeg dat ik een gelukkig leven heb? En een heel gangbare opvatting is dat je je leven zo moet inrichten dat genot voorop staat. Dus gelukkig leven is zoveel mogelijk genieten. Een andere heel gangbare opvatting is dat gelukkig leven bestaat uit dat zoveel mogelijk van je wensen vervuld raken. Dus dat je je leven zo moet inrichten dat zoveel mogelijk wensen vervuld raken. Dus bijvoorbeeld op dit moment ben je nog niet optimaal gelukkig, maar wanneer je eenmaal die auto hebt of dat huis of die ideale partner of die baan, dan zul je gelukkig zijn. Ja, met die opvattingen over dat gelukkig leven bestaat uit zoveel mogelijk genieten, ja, daar zijn allerhande problemen mee. Want ja, je kunt je genietingen voorstellen die absurd zijn of pervers zijn of wat dan ook. Je zou kunnen zeggen dat gevangenissen vol zitten met mensen die ook op een bepaalde manier hun genot zochten. Nou, in de wijsheidstraditie wisten ze dat allemaal. Tegenwoordig weten we dat ook uit veel neuroscience onderzoek. Dat genot, dat het ook steeds hogere prikkels nodig heeft, omdat het dopamine systeem dat een rol speelt bij genot, om dat in werking te zetten. Dus daar is ook de vraag, ja, waar houdt dat op? En hetzelfde geldt ook een beetje voor het idee dat een gelukkig leven bestaat uit het vervullen van wensen. Ja, welke wensen? Ik bedoel, dat verlanglijstje, dat is oneindig. Want als het een keer de 5 wensen die je nu hebt, als die zijn afgestreept, nou, er komen vast weer nieuwe wensen bij. En bovendien is het zo dat bij heel veel van de dingen die je wenst, dat die wensen onderdacht zijn. Dat die eigenlijk helemaal niet bijdragen aan je geluk. Of dat het zaken zijn die, als je ze eenmaal bezit, toch het verval in zich dragen. Stel, ik wil die mooie auto hebben. Nou ja, die gaan een keer kapot. Dus ja, wat gebeurt er dan weer met mijn geluk? Maar dan moet ik een volgende auto. En ja, zo gaat het maar door tot in het oneindige. Dat is een ander soort, totaal andere benadering. En die gaat terug eigenlijk op een grote ontdekking die ja, pakweg zo'n 2500 jaar geleden is gedaan. Zowel in de Grieks-Romeinse cultuur als in India, ongeveer tegelijkertijd. En dat is het idee dat, ja, je zou bijna kunnen zeggen het revolutionaire idee, dat gelukkig leven niet afhangt van zaken die buiten jezelf zitten, buiten jezelf liggen. Maar dat gelukkig leven te maken heeft met hoe jij bent en wie jij bent. Of met andere woorden, dat gelukkig leven afhangt van je karakter. Karakter is eigenlijk wat je doet wanneer je denkt dat niemand je ziet. Dan uit karakter zich. Dat is de opvatting die zowel in de boeddhistische filosofie in India als ook in de Grieks-Romeinse filosofie naar voren komt. Dus dat karakter in feite is gebaseerd op bepaalde patronen, op bepaalde gewoontevorming die heel diep in ons zit, waar we ons meestal niet meer van bewust zijn, die razendsnel verloopt en die ook automatisch verloopt. Dus denk aan een soort computerprogramma dat op de achtergrond je denken en je handelen bepaalt zonder dat je dat helemaal in de gaten hebt. En wij denken vaak dat karakter een soort vastliggend gegeven is. Je hoort heel vaak mensen zeggen, en waarschijnlijk heb je het zelf ook wel eens gezegd, zeggen, ja, zo zit ik nou eenmaal in elkaar. Nou, die wijsheidstradities, die zeggen, karakter ligt niet vast. Karakter is te veranderen. Alleen, dat is een heel moeilijk en langdurig proces. Net zoals het ook niet eenvoudig is om te stoppen met roken of om van een alcoholverslaving af te komen. Dat zijn diep ingewortelde gewoontes en die kun je niet in een paar dagen veranderen. Maar het goede nieuws is dat wij onszelf kunnen verbeteren. Het kan ons lukken op een gegeven moment om in elke situatie precies de goede respons te geven. Dus dat we niet meer een reactie geven vanuit gewoontes die ooit in het verleden zijn ontstaan en die nu niet meer functioneel zijn, maar dat we een respons geven op wat nu op dit moment nodig is in een bepaalde situatie. En een van de scholen die daar het meest concreet in was en die daar ook heel invloedrijk in was, was de school van de Stoa, Stoïcijne. En die hadden hele concrete technieken En ze hadden ook een vrij radicale opvatting, want ze dachten dat eigenlijk het allerbelangrijkste om een gelukkig leven te hebben is een goed karakter te hebben. En dat allerhande externe zaken, zoals rijkdom of macht of gezondheid, dat waren wel zaken die je graag zou willen hebben, maar die in wezen niet belangrijk zijn of niet doorslaggevend zijn voor gelukkig leven. En je zou het nu ook nog wel kunnen zien dat dat plausibel is. Want kijk, als je bij de kapper bent en je leest die blaadjes over al die rijke beroemde mensen die een chaos van hun leven maken, dan denk je, nou, dan zal het wel niet aan rijkdom en roem liggen, maar dan gaat het er meer om hoe je daarmee omgaat. En hoe je daarmee omgaat, dat hangt af van wat voor soort persoon je bent. Dat hangt af van je karakter. En door hun tijdgenoten en ook een latere traditie zijn Stoïcijnen vaak verkeerd begrepen. Er werden ze uitgelegd als gevoelloos. En dat zit ook nog in ons moderne woordje Stoïcijn. En dat je denkt van ja, dat is iemand die redelijk onverschillig is of laconiek over wat er gebeurt. Maar die Stoïcijnen zijn niet gevoelloos, maar ze zeggen hevige emoties zijn een teken van verward denken. En wie wil er nou verward denken? We zijn rationele mensen, we moeten rationeel denken. Dus om die reden moet je bepaalde vormen van emotie en begeerte, die zou je moeten uitbannen. Door beter te begrijpen hoe de wereld in elkaar zit en door meer grip te krijgen op je eigen gevoelsleven. Want dat is namelijk de enige waar je echt controle over hebt. Je hebt geen controle over of er een overstroming gebeurt, of een oorlog, of over een hongersnood of noem maar wat. Maar je hebt wel controle op hoe jij reageert erop. Dus ja, de volgende grote vraag is dan, hoe kun je dat karakter dan verbeteren? Nou, die wijsheidstradities die, zijn ook wel optimistisch en ook misschien een tikje arrogant. Dat ze zeggen, ja, luister naar ons en dan weet je hoe het moet. Beide tradities zijn ervan overtuigd dat wilskracht dat niet voldoende is. Dat je niet kunt zeggen, ja, nou wil ik een andere persoon worden. Er zijn hele concrete oefeningen. En in het boeddhisme is het vooral meditatie. Om jezelf meer bewust te worden van allerhande processen. Zeg maar van de automatische piloot die bij jou aan de gang is om jou te sturen in allerhande situaties. En ook in de Griekse oudheid zijn allerhande technieken ontwikkeld van bewustwording. Dus bijvoorbeeld dat je in elke situatie, in alles wat je meeneemt, heb je allerhande verwachtingen die je meeneemt. Daar ben je meestal niet van bewust. Dus teleurstelling en vreugde dat iets gebeurt, heeft allemaal te maken met wat in je hoofd zit. Misschien niet concreet met wat er aan het gebeuren is in de wereld, maar meer met je verwachtingspatronen. Nou, en daar kun je van bewust zijn en die kun je reguleren. Heden ten dagen in de mindfulnessbeweging, ja, daar zie je heel veel mensen die bezig zijn met mindfulness. En waarschijnlijk zijn er heel veel mensen die niet beseffen op wat voor manier dat in feite ingebed is in de boeddhistische filosofie. En cognitieve therapie komt rechtstreeks uit Stoïcijnse technieken voor zelfverbetering. Ik denk dat gelukkig worden op die manier zoals ik beschreef, dus met focussen op verbeteren van karakter, kun je ook anders zeggen, gelukkig worden in de zin van verminderen van lijden. Dat is volgens mij het allerbelangrijkste in het leven en vandaar dat ik me daarmee bezighoud. Het leven heeft ups en downs en daar moet je zo goed mogelijk mee proberen om te gaan en dat is wat je probeert te trainen in filosofie, om daar inzicht in te krijgen. En af en toe kan het gepaard gaan met hele goede gevoelens en af en toe met zeer neerslachtige gevoelens. Dus dat is niet uitgesloten. Maar het idee dat je 24/7 je gelukkig moet voelen, dat is niet mijn richting, laat ik zo zeggen. Radboud Universiteit.